ik wou gewoon werken in de voetbalwereld. En dat heb ik gedaan bij FC Groningen 2 jaar. En ja, op een gegeven moment in de coronatijd, dingen liep gewoon anders. Dus op een gegeven moment dan moet je gewoon kijken of we iets anders willen doen. Dus daarom ben ik gewoon deze opleiding gaan volgen. En nu werk ik in de zorg. Wie zit? Dennis, collega, oude collega. Nu werkt hij aan de overkant. Hij heeft mij gewoon 2 dagen ingewerkt hier. Mijn eerste 2 dagen. Ik ben fanatiek Groningen supporter, dus vanuit daar ken ik Jupiter inderdaad vanuit het voetballeven. Nou, en uiteindelijk vanuit het voetballeven is hij natuurlijk hier gekomen. Helemaal andere tak van sport natuurlijk. Maar eigenlijk vanaf de eerste dag klikte het gewoon met de zorg, met de mensen hier. En dat is gewoon heel mooi om te zien. De mensen zitten hier gewoon in een groepsgedeelte koffie te drinken of tv te kijken. En hier gewoon, dan komen ze eten halen. Sommige mensen die eten hier op de afdeling, sommige mensen niet. En hier gaat ze eten, ja. Dit hoort er ook bij? Nou, soms, ik hou van netjes, hè. Ik hou van opruimen en zo. Dus dat doe ik ook thuis. Dan ruim ik op. We zijn een afdeling met psychiatrische problematiek. Dus mensen die verblijven, die wonen hier eigenlijk. Nou zijn we wel een behandelafdeling. En vanuit daar proberen we mensen te helpen om uiteindelijk weer een beetje kwaliteit van leven te krijgen. Want het is wel een doelgroep die wel heel veel heeft meegemaakt. En daardoor ook waarschijnlijk niet meer in de maatschappij kan functioneren. Jupiter is altijd wel opgewekt, hè? Maar is altijd weer voor een grapje en een grolletje. Nee, dat valt ook goed bij onze cliënten. Jupiter staat altijd klaar voor zowel collega als cliënten. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Hè? En het grapje en het grolletje, dat valt gewoon altijd heel goed. En dat maakt ook dat de zorg die we uiteindelijk moeten verlenen ook wat draagzamer wordt. Deze mensen die zijn ook zoals ons en die hebben gewoon die aandacht nodig en de dagelijkse behoeften nodig om gewoon in de maatschappij weer terug te komen. Dus is er vanuit jezelf dat als je mens bent, dan kan je gewoon deze mensen accepteren hoe ze zijn ook. Dus, snap je? Dus dat vind ik wel leuk om te doen, omdat ik ben een mens. Ja.